De regering doet er alles aan om te voldoen aan de aanbevelingen van het National Risk Assessment, NRA. Om op de zwarte lijst komen te staan van de Financial Action Task Force zal gevolgen hebben voor onze import en export. Daarom heeft de regering buitenlandse expertise aangetrokken om de diverse aanbevelingen te bestuderen en te implementeren. In november dit jaar wordt Suriname weer beoordeeld door de CFATF voor een positieve of negatieve rating. De president zelf vertelde een paar maanden geleden dat hij in het buitenland was en dat hij in een van de landen was waarin die nationale risks zo groot waren dat die mensen geen correspondent banks meer in het buitenland konden krijgen. En hij vertelde dat het enige wat mensen nog konden doen is dat ze in hun koffers die dollars en die euro's meenamen op de vluchten om in het buitenland ermee naartoe te gaan, om ergens op een of andere locatie bij een bank of een cambio om geld te wisselen. Dat is een situatie die we niet willen voor ons land. Er is heel veel werk. Ik denk dat later dit jaar, ik denk dat november genoemd werd, later dit jaar dus de volgende beoordeling komt, dat daar het moment is, maar ik kan meegeven dat ook in dit opzicht wij bezig zijn, nationaal, met alle goede krachten in dit land, om ons land weer te upgraden, weer een goede naam te geven. Hier wordt keihard aan gewerkt. Een van de uitdagingen is de aanpak van de drugscriminaliteit. De drugsstroom gaat samen met het witwassen van gelden, iets wat kan leiden tot een negatieve beoordeling. Iedere drugsvangst, nationaal of internationaal, waarbij de naam van Suriname wordt genoemd, geeft een vertekend beeld van ons land. Het is daarom van belang dat de regering de eerste stap neemt om dit aan te pakken. Wij willen een land zijn dat zich houdt aan wet en recht. En we willen dat ook in Suriname en daarbuiten willen we die naam verschoond hebben. Wij zijn niet opgebouwd op basis van drugs. Ons land is opgebouwd op de arbeid van hardwerkende mensen. Daar is dit land opgebouwd. Van mensen met allemaal hun religieuze organisaties, hun sociale vaardigheden, hun eigen cultuur. Daar is dit land op gebouwd, niet op drugs. Wij willen niet dat dit... En we weten ook dat ons land daarmee een uitdaging heeft. Maar we hebben de taak om dat op te lossen. En we beseffen ook dat de drugsproblematiek een internationaal karakter en gezicht heeft. En dat dat dus ook niet alleen nationaal opgelost gaat worden. Dus het is belangrijk, maar het is wel belangrijk dat iedere keer iemand vanuit de regering wel zegt, dit is een slecht voorbeeld. Wij willen niet dat ons land op die manier genoemd wordt en wij moeten dat oppakken, we moeten het oplossen.